De vegetarische snackbar staat vlakbij station Hollandspoor. Van binnen ziet het eruit als een normale snackbar. Maar de Vegan Friendly Award verraadt het veganistische karakter. Jurgen Verwoerd is de trotse eigenaar en winnaar. Ons geheim is dat wij gewoon ook het publiek zoveel mogelijk bij de zaak betrekken. We vragen wat ze willen, we laten ze proeven en we doen er ook iets mee. Zo ligt sinds kort de veganistische kaassoufflé in de vitrine. Ik maak best wel veel dingen zelf. De saté maken we zelf, de berenklauwen. Ons broodje karma maak ik zelf. Dat is echt onze topper. Ik krijg de reacties van ook van de vleeseters zelfs, dat hij zelfs lekkerder is. En dat hij niet zo'n opgeblazen gevoel geeft als je hem op hebt. Ik ga voor het broodje karma. Broodje karma, lekker. Om te kijken of dit klopt, stelt verslaggever Erik Kooijman zich vrijwillig beschikbaar als tester. En hij krijgt er ook nog een veganistische kaassoufflé en kroket bij. Ja, het ziet eruit als het normaal midden in de nacht een broodje shawarma eten. Ja, zeker. Dat is het ook ongeveer. En het smaakt nog beter. Dat is goed te kamen. Ik vind het heerlijk om normaal gesproken zo'n biefstuk te eten. Daar moet ik eerlijk bij zeggen. Maar qua smaak komen we hier toch aardig in de buurt.